Oké, goedemorgen iedereen en welkom op deze webinar. Heel fijn dat jullie er konden bij zijn. Ik ben Janne Vermees, ik werk voor het departement Cultuur, Jeugd en Media. En voor we hier volop in deze webinar duiken, ga ik eerst het woord geven aan onze minister van Jeugd. Hallo, het zijn bijzondere tijden. Graag wil ik u digitaal welkom heten bij dit webinar over het welbevinden en gender bij jongeren. Als minister van Jeugd vind ik dat elke jongere in Vlaanderen onbezorgd moet kunnen opgroeien. Elke jongere moet ongeremd zichzelf kunnen zijn. Ze moeten daarbij de nodige ruimte krijgen om te zijn wie ze echt willen zijn. Ruimte krijgen voor hun dromen en ambities. En daarbij mogen ze daar door niemand worden geremd. Ook op het vlak van seksualiteit moeten jongeren vrij zijn. Geen enkele jongere zou zich slecht of onzeker moeten voelen omwille van seksuele geaardheid. En jammer genoeg leren praktijk en onderzoek ons dat dit voor veel jongeren wel het geval is. Hoewel we vooruitgang vaststellen de afgelopen jaren, zien we dat jongeren die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn, zich minder goed voelen dan de heteroseksuele leeftijdsgenoten. Er is nog te veel discriminatie. Er is nog te veel pestgedrag. Jongeren voelen zich nog te veel niet begrepen of vinden te weinig steun bij ouders of vrienden. En laat ons eerlijk zijn. Dat dit anno 2020 nog een probleem moet zijn, dat kunnen we echt niet accepteren. Het Vlaamse jeugdwerk behoort tot de absolute wereldtop. Nergens bestaat er zo'n sterk netwerk van jeugdorganisaties die ruimte geven aan jongeren om zich uit te leven. Het jeugdwerk is in deze uitdaging onze sterkste bondgenoot. De afgelopen 14 maanden is er heel wat onderzoek gebeurd. Jeugdwerkers, sleutelfiguren, experts en vrijwilligers uit het professionele jeugdwerk werden ondervraagd. Vandaag krijgen jullie de conclusies van dit belangrijke onderzoek. Als minister van Jeugd wil ik samen met het jeugdwerk aan de slag met deze resultaten. En ik wil de onderzoekers alvast van harte bedanken voor dit noodzakelijke onderzoek. De resultaten kunnen niet overschat worden en we gaan ermee aan de slag. Ik wens u een boeiend webinar toe. Voilà, en met deze enthousiaste woorden vliegen we er meteen in. Ik overloop met jullie even ons programma voor vandaag. We zijn aan de verwelkoming toegekomen. Ik ga zo meteen ook het brede traject een beetje schetsen waar dit onderzoek zich in bevindt. Het gaat over het masterplan Diversiteit in en het jeugdwerk. Sommigen van jullie zullen daar misschien al wat over kennen, anderen misschien niet, dus ik leid het kort even in. Er valt altijd nog meer informatie te lezen op de website diversjeugdwerkvlaanderen.be. En daarna komen we natuurlijk aan het belangrijke stuk van vandaag, het onderzoeksluik. Hier geef ik het woord aan Marian Morris, onze onderzoeker van het team Expeditions VZW. En Dries Balijn, een van de jongeren die heeft meegewerkt aan het onderzoek, die mee zal reflecteren op een aantal belangrijke thema's. Vervolgens gaan we het woord geven aan een aantal sprekers. Jullie zien daar ook nog Jenneba Camara staan van Wel Jong Niet Hetero. Zij moest vandaag jammer genoeg afzeggen wegens ziekte. Maar we zullen mogelijk nog aan haar vragen om wat reflecties toe te voegen. Sabine Miedema van Kind en Samenleving zal vervolgens ook reflecteren op de tekst. En tot slot zal Dries Balijn nog eens vanuit zijn perspectief als jongere en ook vrijwilliger in het jeugdwerk zijn blik nog eens werpen op de conclusies. En dan ronden we af en kan ik jullie ook nog even vertellen hoe we hiermee willen verder gaan. Voilà. Ik zal meteen ook al even zeggen, het is mogelijk om vragen te stellen via de Q&A. Die zullen mogelijk niet meteen zichtbaar zijn. Het gaat ook zo zijn tijdens de presentaties, zowel van de sprekers als het onderzoeksluik. Maar we zullen ervoor zorgen dat er via verslag zeker antwoord zal gegeven worden op een aantal vragen. Mogelijk moeten daar nog extra dingen voor worden opgezocht, maar dat brengen we zeker nog in orde. Zo komen we aan bij de start van dit alles, het masterplan Diversiteit in en het jeugdwerk. Nu, het diversiteitsthema is zeker niet nieuw, zeker niet voor het jeugdwerk. Zo is daar in 2016 een grote visienota rondgeschreven door de brede jeugdsector, begeleid door de ambassade en Demos. Die visienota geeft een heel belangrijke inkijk naar de sporen die er al zijn, hoe er al gewerkt is aan diversiteit op een heel brede manier. Daarnaast, in datzelfde jaar, is er ook een burgerkabinet gebeurd, gefocust op jeugd en het thema diversiteit. Dat was nog de vorige minister van Jeugd. En dan zijn we met die verschillende sporen, die verschillende conclusies, aan de slag gegaan tijdens een aantal participatieve momenten.
Zoals dat jullie hier de ronde tafel ook zien, zo waren er ook nog een aantal schrijfdagen. En zo hebben we samen met de jeugdwerksector ook effectief het masterplan geschreven en daar verschillende engagementen in ondergebracht. Het masterplan is dus een plan met 4 grote pijlers, waar we natuurlijk de visienota, de visie dat daarin weergegeven werd, aan hebben opgehangen. Daar zijn 2 grote beleidsdoelstellingen aan gekoppeld, gelijke mogelijkheden en sociale integratie. Bij gelijke mogelijkheden gaan we echt kijken naar hoe kunnen we drempelverlagend werken, wat voor soort activiteiten zijn er goed om aan doelgroepen tegemoet te komen en hoe kunnen we daar echt goed aan werken. Vervolgens sociale integratie. Daar gaat het over het ontmoeten van zowel groepen jongeren, organisaties, sectoroverschrijdend en echt elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en elkaar leren kennen. Daar zijn natuurlijk ook nog een aantal andere factoren belangrijk bij. Onderzoek en monitoring, sterke netwerking en ook internationaal uitwisselen creëert daar een sterke meerwaarde voor. Jullie kunnen het al raden, maar vandaag hebben we het natuurlijk over kwalitatief onderzoek. Dus zoomen we in op de pijler van onderzoek en monitoring. Maaktijdvrij was een kwalitatief onderzoek met de brug tussen jeugdhulp en jeugdwerk. Daar zijn een aantal interessante projecten uit voortgekomen. En zo hebben we ook het engagement aangegaan om 3 kwalitatieve studies op te zetten. Het eerste, vrije tijd van jongeren en migratie, is in 2019 voorgesteld. Dat kunnen jullie nog steeds gaan nakijken op de website. Ook een heel interessant thema. En dan zijn we vandaag natuurlijk beland op gender. En het toekomstige onderzoek, dat is het onderzoek dat nu nog loopt, waarde van jeugdwerk, gaat echt over vanuit een heel intersectionele perspectief naar deelnemers, jongeren, kinderen gaan kijken hoe zij het jeugdwerk beleven op een zo breed mogelijke manier. En dat onderzoek zal worden opgeleverd in het voorjaar van 2021. Dus daar kijken we zeker ook nog naar uit. Maar vandaag gaat het natuurlijk over dit kwalitatieve onderzoek. En voor ik het woord geef aan Marianne en Dries, nog enkele afspraken. Dit webinar wordt opgenomen. Op die manier kunnen jullie ook later daar terugkijken. En zijn er ook ondertitels? Gaan er ondertitels worden voorzien? Het onderzoek heeft een internationaal luik en zal op die manier ook beschikbaar zijn voor die deelnemers. Zoals gezegd zijn de vragen mogelijk via de chatfunctie en zullen die ook tijdens de presentatie gebruikt worden. Je kan dat op een anonieme manier doen als je daar meer comfortabel bij voelt. Maar het kan ook belangrijk zijn om je organisatie mee te geven om zo te kunnen plaatsen van waar de vraag een beetje komt. Dus dat kan je zelf bekijken. En zoals afgesproken zullen de vragen ook opgenomen worden in een verslag en zullen we dat achteraf ook aan jullie bezorgen. Voilà. Dan komen we nu uit op het onderzoeksluik. Ik geef het woord aan Marianne Morris als onderzoeker en Dries Balijn, die eraan heeft meegewerkt. Dan gaan we hier nu van stoel wisselen. Oké. Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Maria Morris en ik ben een van de 6 onderzoekers die aan dit onderzoek het voorbije bijna 1,5 jaar hebben gewerkt. Het onderzoek is pre-corona verlopen, dus we hebben toen nog wel dichtbij mensen kunnen zijn en focusgroepen kunnen organiseren. Het is een beetje in gekke omstandigheden dat ik jullie nu tegemoet spreek zonder iemand te zien. Gelukkig heb ik hier wel wat collega's bij mij. Dries zit naast mij en die gaat jullie vragen ontvangen tijdens mijn presentatie. Wat jullie zien is een stukje van de titel. De volledige titel van het onderzoek is Ik zie wat jij niet ziet, gender en seksuele identiteit in het jeugdwerk. We hebben gekozen voor iets dat toch een beetje speels is als titel. Maar ook iets dat eigenlijk al een boodschap uitdraagt en dat is dat gender en seksuele identiteit alom aanwezig zijn in de samenleving. Jongeren zijn heel erg bezig met hun lichaam, met hun identiteitsontwikkeling, maar ook alle andere mensen in de samenleving zijn natuurlijk mee bezig. Maar op veel manieren is eigenlijk de struggle waar mensen mee zitten niet zo zichtbaar. Daarom ben ik heel blij dat we het onderzoek hebben mogen doen en dat jullie vandaag wat resultaten mag toelichten van dat onderzoek. Mijn eerste slide is eigenlijk al overbodig, want Janne heeft jullie al uitgelegd wat de spelregels zijn. Ik ga proberen in 10 minuten telkens uit te leggen waar het onderzoek over gaat, wat de resultaten waren en wat we eruit geleerd hebben. En tussen elk van die blokjes geven jullie een beetje ademruimte, ook om wat verduidelijkingen te vragen, om opmerkingen te geven en om te interageren met ons. Ik kan dan zelf ook even een slokje koffie nemen en op adem komen.
Tijdens ieder blokje kan je dus vragen doorgeven. Je hoeft niet te wachten tot een blokje is afgerond. Dries die naast mij zit, die maakt al een selectie van vragen die heel pertinent zijn. Moest ik erg onduidelijk spreken of moest ik termen gebruiken die verklaring nodig hebben, dan mogen die dat gewoon laten weten. Dat gebeurt. Normaal heb ik een publiek waaraan ik kan zien dat ik onduidelijk ben. Dat zou nu via de chat moeten, dus hou je vooral niet in. En zoals Jana al zei, wanneer er vragen zijn die niet beantwoord worden nu of die onvoldoende beantwoord zijn, wat kan gebeuren? Ik zit hier alleen, maar ik heb een breder team waar ik mee samen heb gewerkt en ik wil zeker niet mij voorstellen als de enige expert op dit thema. Dan zoeken we dat gewoon daarna op, contacteren we eventueel de nodige partners en dan kunnen jullie nalezen in het verslag wat jullie eigenlijk wilden weten. Oké. Dan zijn we er klaar voor. Ik begin gewoon even met de vragen van dit onderzoek leesbaar te maken voor jullie op deze slide. Want een onderzoek komt natuurlijk nooit gewoon uit de lucht gevallen. Dat heeft altijd een context en die context is belangrijk. Er moet namelijk altijd een soort maatschappelijk probleem voor zitten. En dat is zeker met beleidsgericht onderzoek zo. En het vertrekpunt van dit onderzoek was dan ook een vaststelling uit de wetenschap die heel veel mensen wel bezorgd maakte. En dat is dat het welzijn en welbevinden van jongeren uit seksuele minderheden eigenlijk alarmerend slecht is. Dat is weinig geweten omdat er heel veel focus is in beleid en in ons maatschappelijk discours op het bestrijden van discriminatie en werken aan acceptatie, waardoor dat verhaal van het welbevinden, bijvoorbeeld zelfmoordcijfers onder seksuele minderheden, zowel bij volwassenen als jongeren, niet meer zoveel nadruk krijgt. Maar natuurlijk is dat wel een belangrijk vertrekpunt, want als het jeugdwerk graag een plek wil zijn voor iedereen, en we weten dat jeugdwerk een plek is die jongeren kan versterken, dan hebben zij misschien hierin ook wel een rol op te nemen. En dat brengt ons bij deze onderzoeksvragen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren uit seksuele minderheden zich thuis voelen in dat georganiseerde jeugdwerk, zodat ook voor hen versterkend werkt? Hierin veronderstellen we al een beetje een paar dingen, namelijk dat het niet zo goed loopt, en dat is ook wel gebaseerd op onderzoek, maar we sluiten ook niet uit dat de dingen al wel goed lopen en dat hebben we ook meegenomen in het onderzoek. We hebben dus de vraag gesteld op welke plekken voelen deze jongeren zich goed in hun vel? Waar ervaren ze misschien net kwetsingen? Welke ervaringen hebben zij binnen het georganiseerde jeugdwerk, maar eventueel ook breder, bijvoorbeeld op andere vrije tijdsplekken waar zij komen, zoals sport? En welke omgang met gender en seksuele identiteit zien we in het jeugdwerk? Heel belangrijk daarin is de rol van begeleiding, de volwassen mensen die met kinderen en jongeren werken. Welk verschil maken zij al dan niet? Maar voor ik jullie hier verder in meeneem, wil ik even meteen drie vragen tackelen die essentieel zijn, denk ik, om dit verhaal verder te kunnen volgen. Ik heb daar tekeningetjes voor gemaakt. Die eerste staat voor de algemene verwarring die bestaat rond gender en seksuele identiteit. Waar hebben we het in godsnaam over als we... Niet in godsnaam, waar hebben we het gewoon over als we het over LGBTQ-jongeren hebben, waar ik zal gebruiken in de tekst. Ik zal cisgender gebruiken in de tekst. Ik zal gender gebruiken. Tweede vraag is waarom we het hier in 2020 nog over moeten hebben, zoals de minister ook al aanhaalde. En de derde vraag is, waarom jeugdwerk, wat heeft jeugdwerk hiermee te maken? Dus dat zijn de eerste dingen die ik in dit eerste blokje even wil doorlopen nemen. Het eerste stukje is die begripsverheldering. Ik zal in de tekst spreken over LGBTQIA+ jongeren. Die term staat voor een aantal Engelse termen. Die wijzen op personen, hun oriëntaties en hun gender. Je kunt lezen waar die voor staan. Als ik dat moet samenvatten, of als ik dat eenvoudig samenvat voor een publiek dat helemaal niet bekend is met die term, dan zeg ik gewoonlijk, dit is een verzamelnaam voor iedereen die niet hetero is en of niet cisgender. Meteen een probleem, want ook daarin zitten een aantal termen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Cisgender staat voor... voor personen die zichzelf identificeren met het geslacht dat ze toegekend krijgen bij de geboorte. Geslacht is het biologisch element van wie je bent, en dat is man, vrouw of intersexe.
En mensen die zich niet identificeren met hun geboortegeslacht zijn dan bijvoorbeeld transgender of genderfluïde of genderqueer. Wat dat me weer brengt bij een volgend probleem, want wat is dan wel gender? Gender is niet alleen een manier om je te identificeren, maar gender is ook een soort systeem waarmee onze samenleving georganiseerd is. En ik vind dit helder. Het is een geheel van ideeën over hoe verschillende stukjes van gender en seksuele identiteit samenhoren. De samenleving waar wij in leven deelt mensen ook in standaard pakketjes van mannen of vrouwen en komt met een heleboel verwachtingen daarover. Denk even na over hoe jij je voelt en hoe jij gedraagt en wat dat dan betekent voor hoe jij je bijvoorbeeld kleedt, voor welk speelgoed jij als kind leuk vond, voor welke jeugdbewegingen jij al en niet geschikt vindt voor jezelf, voor welke sport jij bij jezelf vindt passen. Maar zelfs voor veel subtielere dingen, zoals hoe jij je stem gebruikt, welke woordkeuzes jij maakt en zulke dingen. Dus gender speelt een enorm grote rol in hoe mensen omgaan met hun eigen lichaam, maar ook hoe ze anderen bekijken en indelen in vakjes. Is dat nu niet ongelooflijk ingewikkeld? En dan vragen mensen mij dan, en ik begrijp nog altijd niet, en al die letterskeuzes en die letterwoorden, maakt het nu niet heel moeilijk? En dan is mijn antwoord ja. Dat is zeker zo. Ik laat jullie meteen ook de genderkoek zien. Een genderkoek die ontwikkeld is in de States en naar hier is overgewaaid en door organisaties als Savaria en Wel Jong Niet Hetero bijvoorbeeld perfect wordt uitgelegd in online filmpjes. Zeker de moeite om te bezoeken als dit thema helemaal nieuw is en die woordenschat helemaal nog verwarrend is voor jullie. Maar wat er voor mij de kernboodschap uit is, is dat gender en seksuele identiteit uit elkaar valt in een hoop stukjes die we vroeger, en in veel gevallen nog steeds, op één hoopje gooien. Maar hoe jij je voelt kan verschillen van hoe jij je uit en kan verschillen van hoe jouw biologische geslacht is en verschilt ook nog eens van op wie jij valt en al die dingen zeggen niet noodzakelijk iets over elkaar. Dus die variatie die ik duidelijk wil maken en dus is mijn antwoord ja, het is ingewikkeld. En dat hebben we heel lang niet geweten of we hebben heel lang gedaan alsof we dat niet wisten. Maar hoe meer onderzoekers komt, in de laatste jaren is er enorm veel meer onderzoek naar gebeurd, hoe meer we merken dat we eigenlijk met een aantal basisideeën in onze samenleving de bal misslaan, waar dat voor heel veel mensen eigenlijk kwetsend is. Op naar vraag 2, en dat is waarom hebben we het hier in 2020 dan eigenlijk nog over? Want zoals ik zei, eigenlijk staan we er niet zo heel slecht voor op vlak van discriminatie en acceptatie, scoort België relatief goed ten opzichte van andere landen. En heel veel mensen kennen dat verhaal ook wel, van wij zijn een tolerant land en de pride is hier en mensen staan toch open voor het thema en weten er ook misschien wel best wat van. Om die vraag te beantwoorden wil ik er even een ingewikkelde term in gooien en dat is heteronormativiteit. Maar eigenlijk heb ik net al uitgelegd wat die betekent. Onze samenleving is opgebouwd op het idee dat mannen en vrouwen bestaan, dat die wel omlijnde pakketjes zijn van gedrag en van seksuele voorkeuren en van kledij en van manieren van denken. En eigenlijk zien we dat heel die samenleving is opgebouwd op die idee en daardoor ook die verwachting de hele tijd terug reflecteert naar mensen. Dus als jij als kind opgroeit en je voelt je niet thuis in een van die pakketjes, dan zal je de hele tijd de druk voelen om jou wel te identificeren als een of het ander. En je zal voortdurend voelen, zelfs als mensen in jouw omgeving bijzonder open zijn en willen dat jij zelf bent, zal je voortdurend aanvoelen dat mensen eigenlijk verwachten dat je thuis wordt in een pakketje. Ik heb normaal ook zichtbaar gemaakt in die slide, omdat als we spreken over wat normaal is, dat is natuurlijk de essentie. Als jongeren altijd de boodschap krijgen dat wie zij zijn niet normaal is, dan gaan ze zichzelf ook niet lekker in hun vel voelen. En dat is eigenlijk waarom het belangrijk is om over dat thema wel na te denken en aandacht te hebben. En dan is mijn laatste puntje nog even duiden waarom dit belangrijk is voor het jeugdwerk. En het antwoord daar is eigenlijk relatief eenvoudig. Als je het vorige complexe verhaal snapt, dat onze samenleving heteronormatief is. Dat is maar een kleine stap om te begrijpen dat jeugdwerk ook niet uit de lucht komt vallen.
en is ingebed in onze samenleving. Het is gegroeid uit onze samenleving en in die zin komen heel veel van de normen en waarden in onze samenleving ook voor in het jeugdwerk. En daarom is het ook niet zo verbazend dat we langs de ene kant zien dat de problemen die we in de samenleving zien ten opzichte van LGBTQ-jongeren ook voorkomen in het jeugdwerk. We spraken van stereotypen, vooroordelen, negatieve houdingen, waardoor jongeren in het jeugdwerk afhaken, gewoon niet willen deelnemen of zichzelf niet durven zijn. En dan zien we langs de andere kant dat jeugdwerk eigenlijk superbelangrijk is voor de identiteitsontwikkeling van jongeren en het heel versterkend zou kunnen zijn. En daarom brengen we die twee in dit onderzoek samen. Om het met de woorden van Wouter Leerman te zeggen, die destijds een thesis schreef over het thema. Het is een issue. Ik wil nog even meegeven dat we met die vragen aan de slag zijn gegaan. Volgens deze aanpak, heel kort, want mijn tijd is op, denk ik, voor het eerste blokje. Kijk even naar Janne die open met het. Onze aanpak was een belevingsonderzoek. Wij zijn een team van antropologen en sociaal geografen. Het doet er weinig toe, behalve dat wij geen dingen proberen te meten, maar proberen te begrijpen hoe dingen werken. Door dynamieken in beeld te brengen, kunnen wij vaak dingen uitleggen die moeilijk meetbaar zijn. In deze is dat dus de vraag, waarom voelen jongeren zich bijvoorbeeld in het jeugdwerk niet lekker in hun vel op sommige plekken en op andere plekken wel? Hoe zijn we te werk gegaan? We zijn met de mensen gaan praten en we zijn ook gaan kijken. De eerste mensen waarmee we zijn gaan praten in het onderzoek, was de sector. De minister zei het al, sleutelpersonen. We zijn met 13 personen van zowel het LGBTQ-veld gaan praten als uit de jeugdwerksector om te kijken hoe het thema al leeft, wat zij er al van wisten, waar ze eventueel tegenaan lopen en welke connecties zij eventueel met elkaar ook al hebben. Een tweede stukje, en dat is het belangrijkste stuk, denk ik, van dit onderzoek, zijn de ervaringen, getuigenissen en de inzichten van jongeren zelf. Die zich identificeren als deel van die heel brede LGBTQ+ groep. Dat betekent dat wij ook jongeren hebben gesproken die onder dat plusje vallen, die het nog niet weten, die zich niet weten te definiëren. Maar wat zij delen is dat zij wel die druk voelen van misschien ben ik niet hetero, misschien ben ik niet cisgender, pas hier ergens niet in een hokje thuis. En vanuit die ervaring hebben zij hun inzichten gedeeld. We hebben dat in focusgroepen gedaan. Gauw gemerkt dat dit een thema is dat misschien eigenlijk zelfs onder vrienden niet zo heel bespreekbaar is. En dan zijn we overgeschakeld naar meer individuele interviews. Een derde groep waarmee we zijn gaan praten, en daar ben ik enorm blij mee, is leiding zelf, begeleiding en leiding, professionele zowel als vrijwilligers uit die hele brede jeugdwerksector, over hoe dat dit thema leeft in hun groepen of activiteiten. Hoe zij ermee omgaan, met welke vragen zij zitten, welke twijfels zij hebben, welke fouten ze zichzelf menen te zien maken. Dat was super boeiend om die gesprekken te hebben. We hebben heel snel wel besloten om alle organisaties die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, en dat waren echt een heel pak, om die anoniem te houden, zodat mensen ook echt gewoon konden spreken, vrijuit, over ook de dingen die niet zo goed gingen. En tenslotte zijn we niet alleen gaan luisteren naar de mensen, want een van de credo's van antropologen is wat mensen zeggen dat ze doen, is niet per se wat ze doen. Niet omdat alle mensen liegenbeesten zijn, maar wel omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van de patronen die ze in hun handelingen verwerken. En daarom zijn we ook gaan kijken, niet alleen gaan kijken, zoals je ziet, krijgt een manneke, dat ik heb getekend, een bal tegen zijn hoofd. We zijn gaan meespelen, want het jeugdwerk laat zich niet zomaar observeren als diertje in de zoo. We zijn natuurlijk mee het veld ingetrokken. Mee gaan spelen, mee gaan leren en van de notas die daar zijn gemaakt, hebben we dan les getrokken. Ik wil nog tot slot even zeggen dat we dat niet alleen hebben gedaan, want uit die groep van 34 jongeren en die leiding die we hebben gesproken, zijn een aantal mensen enthousiast mee op de onderzoekerskar gesprongen en die hebben hun eigen groepen en eigen praktijken geobserveerd en in beeld gebracht. En die mensen ben ik bijzonder dankbaar. Voilà, dat was mijn eerste blokje. En dan is het nu tijd voor vragen en antwoorden. Voilà, er zijn al een paar vragen binnengekomen uit de chat. Ik zal de eerste vraag die binnenkomen is even toelichten. De eerste vraag is iemand die vraagt van zou genderidentiteit een betere interpretatie kunnen geven
dan het de term seksuele identiteit, omdat die soms misschien wat vernauwend kan, een veranderde term kan zijn. Ja, dat vind ik een interessante vraag. En ik denk dat dat kan kloppen. Maar ik wil eigenlijk zelf daar niet per se een antwoord op geven, omdat ik weet dat er heel veel mensen mee bezig zijn, die veel meer daar hebben over nagedacht. En dus ik wil eigenlijk voor dit debat dat er wel rond bestaat, meteen verwijzen naar de website van Savaria, die wij hebben gebruikt, ook in het rapport, waarbij een heel mooie woordenlijst staat van termen die momenteel gangbaar zijn in het Nederlands. En wat ik echt fantastisch vind aan die woordenlijst, is dat er heel goed geduid staat dat dit op dit moment de woorden zijn die gebruikt worden en dat die doorheen de tijd ook verschuiven. En dat is belangrijk, want ik denk, hoe langer, hoe meer weten we meer en zijn we ook die politiek een beetje aan het voeren van wie hoort waar thuis en hebben we labels nodig en voor wie dan. En ik denk dat die vraag daarin thuis hoort en zeker de moeite is om verder te verkennen hoe dat je dat binnen jouw organisatie naar buiten draagt en welke associaties mensen maken met bepaalde woorden, is zeker iets om goed over na te denken. Er is ook nog een tweede vraag binnenkomen die ook ergens aan bod kwam in het rapport. Dan vraagt jou wat al die verschillende benamingen die je er juist opzonden, niet opnieuw mensen in vakjes gaat steken. Hij of zij zegt van, zou het beter zijn om in te zetten op het gegeven dat je als uiterlijke man of uiterlijke vrouw heel verschillend gedrag kan stellen. Dat je binnen die man en vrouw eigenlijk heel divers kan zijn en die diversiteit ook te herkennen. Ja, ook een zeer terechte vraag. En eentje die ik heel interessant vind, omdat die zelf natuurlijk bij jongeren ook terugvinden. Jongeren zijn heel erg zoekend naar hun identiteiten. Komen in een wereldwijd veld terecht. Het internet is heel belangrijk geweest in het ontwikkelen van die termen. Weer wel het veld van informatie, van hokjes, van heel veel debat van wie waar thuis hoort, welke term nuttig is. En ik denk dat er zeker een terechte kritiek is op het hokjesdenken. Ik denk anderzijds dat ook bijna elke jongere wel duidelijk heeft gemaakt dat woorden ook kunnen helpen. Het herkennen van zichzelf in een term of een stukje van die term heel zinvol kan zijn. Dus ik denk dat we daar ook weer naar een evenwicht moeten streven. Enerzijds denk ik dat we mensen woorden moeten aanreiken waarmee ze identiteiten naar voren kunnen schuiven. Anderzijds denk ik, en dat komt ook in de beleidssamenwerking terug, dat we echt moeten oppassen dat we mensen niet vastduwen in hokjes en dat we de labels gebruiken om mensen te versterken en niet om het onszelf gemakkelijker te maken. Dan heb ik een vraag over de methodologie puur. Vraag jij wat er studenten en docenten van sociaal werk op een of andere manier betrokken zijn geweest tijdens het onderzoek? Het is een heel specifieke vraag. docenten en sociaal werkstudenten. Ik ga daar eens nakijken. Ik geloof het wel. Er zijn via de universiteiten veel oproepen verspreid geweest. Voor mensen die interviews wilden doen, maar ook vooral hun onderzoekskennis wilden inzetten. Maar ik weet eerlijk gezegd niet van buiten uit welke richtingen dat we mensen hebben ingeschreven. Dus laat zeker uw gegevens na, dan denk ik dat we dat specifiek aan u zullen beantwoorden. En als laatste misschien afsluiten dan een vraagje op dat de hele probleemstelling die op voorhand is opgesteld en de vraagstelling, dat die eigenlijk ook op maat is van kinderen. Van milieu, ik ben hier met heel jonge kinderen, zoals de kapoen of zo, die ook gezeten. Ja. Is dat op maat daarvan? Ja, ik denk dat dat een heel terechte vraag is. Eentje die ook tijdens het onderzoek veel naar voren kwam. Want mensen leggen de link met seks, als het over seksualiteit gaat. En kinderen en seks, dat zit gewoon niet zo lekker samen, ook niet om te bespreken. Dat botst op heel veel taboes en zo. Dus ik ben wel blij met die vraag, want het is wel belangrijk om te begrijpen dat gender en seksualiteit dingen zijn die al van heel jongs af aan beginnen werken. Gender zit al in de babykamer, in de kleurtjes die je kiest, in het behang dat gepast is, hoe je meisjes toespreekt, ook hoe je meisjes leert spelen met speelgoed, jongens ook, spoeren tractors of poppen. Dus er zit heel vroeg al in die ontwikkeling een sturing vanuit de samenleving, van ouders, maar ook van leerkrachten, van leiding in het jeugdwerk, in de crèche. En dat is eigenlijk iets dat we jongeren, en dat zal in het resultatenstukje misschien terug aan bod komen, ook horen zeggen. Dat zij al van jongs af aan de boodschap krijgen dat ze dit of dat niet of wel horen te doen. Dus zeker ook op maat van kinderen. Voilà. Dat was blokje 1.
Ik ben mijn tijd niet zo goed in toegang. Oké, ik krijg teken dat alles oké is. Dan gaan we naar deel 2 en dat zijn de resultaten. Voor mij het moeilijkste stukje om te presenteren, omdat dat altijd te veel is. We hebben 14 maanden onderzoek gedaan en dat is heel moeilijk om gewoon daarin te selecteren wat het allerbelangrijkste is of wat weg kan. Of, dus wat ik ga doen is proberen om jullie in dit stukje te prikkelen om het rapport te lezen. Dus, dat is mijn geheime agenda, die nu niet meer geheim is. Ik wil even eerst duiden hoe dat we nu van die onderzoeksaanpak zijn gekomen naar onze resultaten. Want daar zit natuurlijk een hele fase van analyse tussen. De data die we hebben verzameld, dat is een berg interviewtranscripten, uitgeschreven transcripten, zowel in het Engels als in het Nederlands. Want we zijn heel erg op zoek gegaan naar niet alleen witte jongeren, of niet alleen Nederlandstalige jongeren, omdat we ons er heel bewust van waren dat de jongeren die het jeugdwerk bereikt en de jongeren die het jeugdwerk wil bereiken, diverser zijn dan dat. Dus we hadden een berg data heel uiteenlopend van heel veel verschillende groepen en mensen. En dan zijn we beginnen zoeken naar hoe dat die samenhangen. En dat heb ik zeker niet alleen gedaan, ik wil dat benadrukken. Dat hebben we gedaan met 6 onderzoekers, allemaal met eigen insteken en expertises. En ook met heel veel feedback van het veld, van jongeren zelf, van experts. Af en toe liepen we vast en begrepen we zelf waarom sommige uitspraken bleven terugkomen. En zijn we te raden gaan met het veld. Vanuit die data van het belevingsonderzoek zijn we dan uiteindelijk gekomen tot resultaten. En die hebben we gebaseerd op Wouter Leerman zijn uitspraak van het is een issue, ook gewoon vertaald in issues. Want we wilden vooral dat jullie er als sector mee aan de slag konden. En zo zijn we dan uitgekomen bij redelijk behapbare brokjes van 8 kwesties. Die kwesties, dat is gewoon letterlijk een vertaling uit het Engels van issues. Maar we hebben ook gezegd van het is een kwestie van jeugdwerk. We hebben telkens de issues waar rond je werk zou kunnen worden, proberen vertalen in een soort van overzicht. Hoe zit dit in elkaar, die dynamiek, hoe werkt dat? Hoe wordt er op verschillende plekken mee omgegaan? Want jeugdwerk is zo enorm breed en divers dat het moeilijk is om over bepaalde dingen of patronen uitspraak te doen voor iedereen en alle mensen. En ten derde hebben we dan proberen de vertaalslag te maken. Nou ja, welke lessen kunnen we nu uitwerken voor het jeugdwerk? Dat levert deze 8 issues op. En ik ga die overlopen, maar ik kan ze natuurlijk, zoals ik zei, ik kan die niet allemaal in de diepte bespreken met jullie. Ik geef jullie even tijd om ze te bekijken. En dan gaan we er samen gewoon even doorlopen. Het eerste dat ik wil zeggen is dat onder al die issues eigenlijk een hoop nuances zitten die ik in deze presentatie weglaat. Ik heb bij elke presentatie nu gekozen voor 1 quote van een jongere die in dat stukje zit. En ik heb daarbij telkens 1 beleidsaanbeveling geplakt die we daar hebben uitgekozen. Maar in elk stukje zitten ook wel nog bedenkingen en nog andere invalshoeken. Dus het zou wel kunnen dat je verwacht om iets bepaald daaronder terug te vinden dat in deze presentatie niet aan bod komt. Stel daar eventueel een vraag in de Q&A. Of zoals ik al zei, pak de rapport erbij en kijk of je je gading vindt. Mijn selectie van voor vandaag is een beetje gebaseerd op de meest concrete dingen waarmee dat we aan de slag zouden kunnen. De eerste is dat identiteiten bewegen en labels evolueren. Ik ga die quotes niet voorlezen, maar ik wil jullie wel even de kans geven om ze eventueel te lezen. Wat ik denk dat belangrijk is aan die quote, is dat we heel erg merken in gesprekken met jongeren dat ze niet van die labels houden, zoals ik al zei, sommige mensen wel, maar dat die eigenlijk vooral thuis horen in een zoektocht van jongeren. En dat jongeren zichzelf niet vastpinnen. Zeker op jonge leeftijd zijn mensen heel zoekend nog. En ook later blijven ze die zoektocht aanhouden. Je hebt mensen die levenslang blijven zoeken. En dat komt ook overeen met wetenschappelijk onderzoek trouwens, dat allemaal niet zo vast staat en dat mensen doorheen hun levensloop ook wel nog andere dingen ontdekken over zichzelf in andere omstandigheden of andere plekken. Wat we ook zien is dat die identiteiten worden opgebouwd niet op zichzelf. Je doet dat altijd in interactie met andere mensen.
Wij willen zeggen dat het heel belangrijk is dat mensen online heel veel info kunnen vinden en veilige fora hebben in, maar ook peer-to-peer met mensen in contact komen en daar voorbeelden hebben van andere jongeren die ook met die strijd bezig zijn. Die derde quote wijst op iets anders. Ik merk net dat dit de andere presentatie is. De eerste, maar ik denk dat ik het er gewoon mee doe. Of niet? Ja? Kunnen we wisselen nu? Dat is heel vervelend. We zullen in de Mijn excuses. Ik ga gewoon ondertussen wel blijven praten, maar ik ga proberen een andere presentatie ondertussen op te zetten waar de alle issues in zitten. Dat is mijn ontgaan inderdaad. Net gaan? Ja, ik zal het gewoon zo laten. Ik zal wel gewoon praten. Ja, mijn excuses. Wat we in dat eerste stukje kunnen zien, is het belang van peers. Er is, dat heb ik gezegd. Wat daar belangrijk in is, is dat jongeren ook zich ten opzichte van stereotypen negatief kunnen identificeren. Dat stereotypen van bijvoorbeeld een homoseksuele man jongeren bang kunnen maken om zich te outen als homo, omdat ze zichzelf daar niet in herkennen. En ook daarin is het belangrijk dat ze niet alleen BV's zien of mensen die in de media verschijnen en een duidelijke voorbeeldfunctie opnemen, maar ook andere mensen tegenkomen die, zoals ik al zei, dezelfde strijd voeren. Wat wij ook zien bij identiteitsvorming is dat er vanuit het jeugdwerk of vanuit verenigingen interacties met volwassenen eigenlijk wel wat druk is om zich te identificeren volgens die hokjes. En dat dat soms resulteert in ongewenste hulp van volwassenen die tussenkomen en die een bepaald verwachtingspatroon hebben over hoe seksuele identiteitsontwikkeling verloopt. Namelijk een zoekende fase en dan eventueel een stukje verwarring ten opzichte van eigen identiteit, maar dan op een duur groeien naar een moment waarop je kan outen en jezelf geeft aanvaard. En we zien dat dat heel verschillend is en ik wil ook even erop wijzen dat we in dat onderzoek vrij snel zijn gestoten op normen die binnen het LGBTQ-veld en andere velden ook wel voorkomen. En dat is de verwachting dat iedereen zich bijvoorbeeld wilt outen of geout wilt worden. En waardoor er eigenlijk weinig tijd en ruimte is voor jongeren om gewoon zichzelf te zijn. Die drie puntjes daaronder, dat zijn de beleidsaanbevelingen die daarbij horen. Bespreekbaarheid zonder hokjes op te dringen. Geen onnodige labeldruk creëren via administratie of beleid. En ook op alle beleidsniveaus zorgen dat je geen taalgebruik hanteert dat mensen in hokjes duwt. Die laatste zin lijkt me ook belangrijk, want ik denk dat op veel websites van organisaties waar men de boodschap wil geven van we staan wel open, soms wel termen worden gebruikt en iedereen aan het zoeken is naar de juiste woorden. Maar ik denk dat daar belangrijk kan zijn om te linken naar andere pagina's waar meer info te vinden is, omdat we in deze, dat is heel duidelijk, dat het onderzoek geen voorkennis kunnen veronderstellen. Een tweede stukje gaat over dat jeugdwerk de heteronorm reproduceert. Ik heb dat al een beetje uitgelegd. Jeugdwerk is deel van de bredere samenleving. En ik denk dat we in het rapport erin geslaagd zijn om heel concrete voorbeelden weer te geven van hoe dat dan werkt. Want dat is niet een vage opmerking die blijft hangen. Het is in heel concrete handelingen dat jongeren de boodschap krijgen dat ze wel of niet op een bepaalde plek thuis horen. Dit zijn twee voorbeelden daarvan, maar eigenlijk gaat dat veel verder en hebben we veel meer voorbeeldjes van hoe dat komt dat jongeren zich dan toch genormeerd voelen. Maar ook wel veel voorbeelden van hoe dat leiding zich er eventueel wel bewust van is. Wat ze daartegen kunnen doen, bijvoorbeeld door spelletjes en bijvoorbeeld door hun taalgebruik aan te passen. Ik geef nog gewoon een voorbeeldje van hoe dat bijvoorbeeld een ander issue eruit kan zien. En dat is de reputatie van jeugdwerkorganisaties, waardoor jongeren er niet naartoe stappen. We hebben hier een quote van een meisje die zegt van mijn jeugdbeweging is super traditioneel. Daar kan ik absoluut niet zeggen dat ik gay ben. Ik zal niet praten over mijn genus.
Dit is een voorbeeld van iemand die wel is ingestapt, maar daar zichzelf vergroot, wat we wel vaak zijn tegenkomen. Andere quote is van iemand die zegt van ja, de LGBTQ-aanbod is eigenlijk net niet mijn ding. Ik vond dat het therapeutisch. Dat is een mening die we vaak hebben gevonden. En dan hebben we ook jongeren die niet instappen in mainstream jeugdwerk omdat ze het te macho vinden of omdat ze het gevoel hebben dat het gewoon niet voor hen is. Dat ze te gevoelig zijn of dat ze te vrouwelijk zijn. Dat is belangrijk, denk ik. En ook een leuke om mee te nemen, omdat je daar echt wel heel concreet mee aan de slag kunt. Ik heb jullie beloofd om ze alle 8 te overlopen. Ik heb gelogen. Dan kan je in dit blokje niet lukken. En de 8 bevindingen zitten ook niet in deze versie van de presentatie. Dus ik ga het momenteel hierbij laten. En ik gebruik dat gewoon als excuus om jullie nog eens aan te moedigen om zeker het rapport te lezen. Want zoals jullie kunnen zien, zitten er eigenlijk nog heel veel andere issues in. Die volgens mij allemaal heel concrete tips ook kunnen bevatten van hoe jullie zelf aan de slag kunnen. In het voordeel van jullie jongeren, maar ook in het voordeel van jullie organisatie in het algemeen. Er kwam er juist eerder in de chat al een vraag van iemand die vroeg of die zich een bedenking maakte dat jongeren die leiding zijn in het jeugdwerk vaak zelf op zoek zijn naar hun eigen identiteit. En dat ze dan onbewust fouten maken, maar fouten tussen aanhalingstekens. En de persoon vraagt zich af hoe we dat concreet kunnen sensibiliseren. Ja, sensibiliseren rond het... Voor de jongeren die zelf op zoek zijn naar een identiteit en hoe zij daar die elementen kunnen op inspelen of gewoon kunnen werken. Ja, hoe dat leiding erop kan inspelen. Ja, er zit een heel stuk in het rapport over leiding en begeleiding. Twee dingen specifiek die ik daar heel erg uit meenam, was de rol van LGBTQ-leiding zelf. Dat is een heel interessante groep om mee te praten, omdat zij niet per se alle woorden kennen of de hele theorie achter gender en seksuele identiteit kennen, maar zich wel zeer bewust zijn van hoe het voor hen gewerkt heeft en ook een soort van antenne wel hebben voor de strijd van andere jongeren en wat zij meemaken. Niet omdat die ervaringen allemaal hetzelfde zijn of dezelfde patronen volgen, maar omdat, denk ik, de ervaring van uitsluiting of sociale druk of normering eigenlijk bij hen gewoon wel aangescherpt is door zelf in die positie te staan. Dus dat is een groep jongeren waar we enorm veel van leren, die heel veel tips geven over hoe in te grijpen als er kwetsende taal wordt gebruikt, als er... spelen worden gespeeld die gender, stereotypen of seksueel gedrag dat onwenselijk is voor goeilijke. Dus die spelen daar zeker een belangrijke rol in. En langs de andere kant, wat we in dit rapport ook wel zeggen, is dat het opvalt hoe weinig leiding uit mainstream organisaties in staat is of de tools in handen heeft om in te grijpen wanneer dat zij gedrag vaststellen dat ze eigenlijk wel ongemakkelijk vinden. De meeste mensen merken wel op als er bijvoorbeeld homofoob of transfoob gedrag is of het hoeft zelfs niet fobisch te zijn, het hoeft niet uit angst of haat te komen, het kan ook gewoon humor zijn, het kan grappig zijn, het kan, of het kan heel banaal zijn, het kan in gewoon woorden zijn, hallo de mannen of de mannen moeten afwassen of deel... typische dingen, heel herkenbare dingen, denk ik, beschrijven ook in dat stukje. En heel veel mensen voelen wel aan dat daar soms wel fout loopt en dat het jongeren moeilijker maakt. Maar ze vinden het heel ongemakkelijk om in te grijpen. En wat we heel veel terug horen is, ja, jeugdwerk, dat is eigenlijk bedoeld om gezellig te zijn. Dat moet tof zijn, dat moet leuk zijn. Dus het wordt dat heel ongemakkelijk om in te grijpen. Ik denk dat we in het rapport wel handvaten geven. En ik denk dat de kernboodschap is, moet wel ingrijpen. Het hoeft niet hard te zijn. Het hoeft niet steeds sanctionerend te zijn. Maar je kunt op zoveel manieren wel mensen bewust maken. En duidelijk maken dat de veiligheid van de omgeving die je creëert. En dat is denk ik het sleutelwoord hier. In gedrag komt voor jongeren uit seksuele minderheden. Op het moment dat je pestgedrag tolereert of discriminatie. Of zelfs gewoon echt... terugkerende homomopjes, nogmaals en nogmaals en nogmaals. Beantwoord dat wel? Ik denk het wel, ja. Verder was ik wel een vraag, omdat er bij sommige groepen of organisaties naar boven komt, is dat zij denken dat er geen LGBTQ+ jongeren in hun organisatie, in hun vereniging zitten. Van hoe dat zij hierop kunnen inzetten of hierop inspelen, of is het dan wel zin voor hen om hier zo actief op in te zetten? Ja,
Het is een vraag die we veel kregen, ook als ik leiding contacteerde uit verschillende organisaties, heb ik van een paar mensen gewoon de reactie gekregen van ja, bij ons is dat niet. Dus je kunt bij ons niet terecht. Maar dat dan eigenlijk net een heel boeiend gesprek natuurlijk opstartte, want bij ons is het niet aanwezig of seksuele diversiteit is geen onderdeel van onze groep of werking of is geen thema om te bespreken, zegt mij eigenlijk als onderzoeker gewoon al heel veel. Ik denk dat elke organisatie er baat bij heeft om de eigen uitsluitingsmechanismen te bekijken. Het is een lang woord, uitsluitingsmechanisme. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat elke organisatie normen en waarden uitdraagt en reputatie heeft. En daarmee een boodschap geeft. Die ook in de infrastructuur zit, bijvoorbeeld in taalgebruik, in het aanbod. En die boodschap is onbewust misschien soms, maar geeft wel heel erg aan wie welkom is en wie niet. En het is moeilijk, maar wel heel verrijkend en uitdagend om te gaan onderzoeken welke boodschap jouw organisatie uitdraagt en wie zich daar wel of niet door aangesproken voelt. Dus een beetje eigen onderzoek onder de eigen leden, onder oud-leden, onder de mensen daarbuiten eventueel, lijkt me heel belangrijk. En daar wil ik nog even aan toevoegen dat als jullie besluiten om onderzoek te doen naar nu bereiken wij nu niet en je moet daarvoor buiten je organisatie stappen, dat je niet gewoon op de LGBTQ-organisaties moet afstappen met hey, helpt ons eens, licht eens uit hoe dat je ziet. Want dat een veld is dat heel veel bevraagd wordt op die manier, daarop voorbereid is, die vorming op maat om te beginnen. Maar vooral denk ik dat er een nood is aan dialoog, wat structureler, en dat je best samen dan op zoek kunt gaan naar manieren om middelen te vinden voor proefprojecten, om elkaar te ondersteunen, om te versterken. En ik denk dat daar binnen deze sector zeker mogelijkheden aan staan. Voilà. Nog één vraagje om dit deel af te sluiten. Vanuit de Q&A vraagt iemand zich af of het onderzoeksrapport referenties bevat, waar je positieve methodieken kan vinden om samen met de jongere groepen over deze thema's te spreken, om deze thema's te introduceren. Even denken, het rapport bevat heel veel bronnen omdat we uitgebreid literatuuronderzoek gedaan hebben. We verwijzen ook heel veel naar de website. Er zit een stukje in over de vorming en ik geloof dat we daarin ook wel een aantal organisaties met naam en toenaam noemen die een aanbod hebben. Maar ik vind dit zeker wel een leuke om mee te nemen in het verslag. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik wel onder de indruk was van de professionals die bezig zijn met het ontwikkelen van vorming. En die ook vrijwilligers trainen om echt op maat van het jeugdwerk of op maat van een organisatie te gaan spreken, oefeningen te gaan doen. En dus ik denk dat we dat zeker mee in verslag nog eens gaan nemen en eventueel een lijstje kunnen maken van wat er beschikbaar is, als jullie graag meer voor me willen. Dankjewel. Oké, dan gaan we naar stukje 3. En ik kijk nog even naar Jana, hoeveel tijd ik heb. Knik dat ik nog altijd mag blijven spreken. En dan zijn we bij de conclusies. Ik heb een paar conclusies op een rijtje gezet. De belangrijkste lessen, denk ik, die voor mij als onderzoeker uit dit onderzoek komen. En de eerste daarvan is dat jeugdwerk veel verschillende functies en betekenissen heeft. Ik vind dat belangrijk om te benadrukken, omdat we zien dat dat er soms wat kritiek is op het feit dat er specifiek jeugdwerk is voor LGBTQ-jongeren en dat er veilige ruimtes worden ingericht. Kritiek is misschien zelfs een hard woord, maar wat bedenkingen, zelfs vanuit LGBTQ-jongeren zelfs, komt soms wel een beetje het ongemak van ja, ik ben toch normaal, ik ken toch gewoon mee, waarom moet dat er zijn? Maar tegelijkertijd zien we dat er dan andere ervaringen zijn waarin dat jongeren er zoveel aan hebben en nood hebben aan die veilige ruimte en de bespreekbaarheid. Dat ik gewoon wil meegeven, denk ik, vanuit dit onderzoek zien we heel mooi hoe de diversiteit aan jeugdwerk ook niet zijn sterkte is. Jongeren zijn niet één groep, LGBTQ-jongeren zijn niet één groep. En het aanbod van dat jeugdwerk moet gewoon breed genoeg zijn en blijven voor iedereen. Daarbij aansluitend denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat jeugdwerk in de ruimte ook niet gelijk spreid is. En dat we ook wel regio's vinden waarin bijvoorbeeld voor LGBTQ-jongeren heel weinig toegang is, bereikbare LGBTQ-verenigingen of gewoon verenigingen waarin zij als LGBTQ-jongeren veilig terecht kunnen. Dus vanuit die verschillende functies en betekenissen van jeugdwerk komen we ook wel tot heel concrete beleidsaanbevelingen eigenlijk.
Het tweede puntje heb ik denk ik voldoende gezegd. In zijn breedheid reflecteert jeugdwerk de samenleving en dienstnormen. In de literatuur heet dat reproductie van normen, de reproductie van heteronormativiteit. Dat is zeker een ding waar we heel de tijd op botsen. Eigenlijk kan ik dat niet genoeg benadrukken. In mijn jeugdwerk worden ook heel de tijd in kleine interacties en in kleine handelingen die boodschappen gegeven dat het niet normaal is om niet hetero te zijn, niet normaal is om niet cisgender te zijn. Niet altijd bewust, niet altijd expres, niet altijd slecht bedoeld, maar het zit echt in heel veel dingen in. Maar langs de andere kant zien wij ook dat jeugdwerk dat net kan doorbreken en dat er heel veel creativiteit is en dat er heel veel leuke spelen zijn om het thema bespreekbaar te maken en dat er op heel veel plekken ook al sowieso wel wordt gespeeld met omgekeerde taak of andere rollen invullen of nadenken over welke rol je invult als leiding. Dus er zit ook wel heel veel potentieel in om eigenzinnige plekken te creëren. Wat meteen mijn puntje 3 was. Ten vierde denk ik dat bewustzijn van begeleiding over een voorbeeldfunctie echt essentieel is. Wat ons brengt tot een wat moeilijker debat over vorming of bewustmaking. Want rond diversiteitsbeleid hangt wel soms zo'n beleringssfeertje. En dan merk je ook dat dat in het jeugdwerk wel wat weerstand kan oproepen. Zeker hoe meer in het veld en hoe meer met de voetbal dat je rondloopt, hoe vaker dat mensen zoiets hebben van eigenlijk is dat echt ver van ons bed. Wij redden het wel of wij hebben al die moeilijke woorden niet nodig. Ik denk dat dat langs de ene kant klopt. Ik denk langs de andere kant dat die weerstand niet nodig is als we een goede hertaling kunnen maken of een goede toepassing kunnen maken van die lessen die soms inderdaad zwaar en theoretisch en beledigend kunnen zijn, maar gewoon mega tof materiaal waar we mee kunnen spelen en voetballen en samen lachen. Want wat ik heel erg heb geleerd is dat jongeren super geïnteresseerd zijn in dit thema. En niet alleen LGBTQ-jongeren, ook heel veel andere jongeren missen de taal en de woorden om over hun lichaam te kunnen praten, over hun seksuele ontwikkeling te kunnen praten, over wie ze zijn als kinder. En dat gaat van de meest macho jongens die aan een toog elkaar onder druk zitten om nog een pint te drinken, omdat dat dan mannelijk is. Tot LGBTQ-verenigingen die helemaal uitpluizen welke mogelijke identificatie dat er bestaan. En dan nummer 5 is eigenlijk daarin vervat en dat gaat over de sociale normen en inzicht in identiteitsvorming gewoon echt nuttig zijn voor iedereen en een heel dankbaar thema om mee aan de slag te gaan. Bij die kwesties zijn we niet alleen tot wat conclusies gekomen, maar zijn we ook op zoek gegaan naar oplossingen. En kijk, dat is alle aanbevelingen die jullie ook al hebben gekregen, maar veel te veel om hier helemaal te overlopen. Maar wat ik eigenlijk vooral wil meegeven hier is, er zitten tools in mijn rapport waarvan ik meen dat er eigenlijk nog wel een deel verder kunnen uitgewerkt worden. Ik hoop dat dat ook wordt opgepikt in de sector en dat jullie daarmee aan de slag kunnen en gaan. En er zit voor iedereen wat wil zien. Het is op alle beleidsniveaus dat er dingen kunnen gebeuren. Het is zeker niet zo dat als jij gewoon leiding zet van een groep, dat je niks mee te maken hebt. Want ook in uw handelingen en ook in uw interacties met uw leden of met uw medeleiding zitten een hoop boodschappen en lessen. Maar dat is ook voor groepsleiding, dat is ook voor beleidsmakers, dat is ook voor de minister. Ik denk dat op alle niveaus dingen kunnen gebeuren. Ja. En dan wil ik eigenlijk zo afronden met een meta-reflectie of warme oproep over dit rapport en dit onderzoek. En dat is misschien een wat persoonlijke boodschap. Wat ik zelf enorm heb meegenomen uit dat onderzoek is een les over discriminatie en sociale uitsluiting. Een veld waar ik eigenlijk sowieso in geïnteresseerd was en al veel onderzoek over gedaan heb. Maar door bezig te zijn met gender en seksuele identiteit is voor mij duidelijk geworden hoe concreet dat deze vorm van uitsluiting is en hoe begrijpelijk dat die eigenlijk is voor jongeren van klein tot groot. Mensen voelen aan waarover dat je het hebt als je gender goed kunt uitleggen, omdat ze allemaal zelf dat lichaam hebben en zoals ik zei, ieder kind eigenlijk op elke leeftijd al geconfronteerd wordt met verwachtingen en bezorgde ouders of teleurgestelde ouders of leiding die zich op een manier gedraagt die jezelf heeft verwacht. En dus denk ik zelfs als dit thema u nog vreemd lijkt of misschien veel van uw bed
is, maar je bent wel bezig met diversiteit, dat dit eigenlijk een sleutel kan zijn om op een andere manier naar inclusie te kijken of ermee te leren werken. En dat alleen zelfs daarom al de moeite is om het toch eens door te nemen en eens over na te denken en het gesprek aan te gaan met de mensen rond u of in de groep. Want natuurlijk is het een rapport over seksuele identiteit en gender, maar we zijn niet alleen daarmee bezig. In onze huidige samenleving is er heel veel diversiteit op heel veel verschillende punten. En ik denk dat een intersectionele bril echt de weg voorwaarts is om aan de slag te gaan. Waarmee ik bedoel dat er andere vormen van uitsluiting zijn die kruisen. We zijn ook met jongeren gaan praten, met bijvoorbeeld en een migratieachtergrond en behorend tot een seksuele minderheid. Er is heel veel werk aan de winkel om die verschillende belevingen bij elkaar te brengen en oplossingen te zoeken op maat van de superdiversiteit waar we in deze samenleving mee te maken hebben. Nog niet op alle plekken evenveel en even erg aanwezig, maar zeker voor iedereen in dit land en op de wereld de toekomst. Dus mijn warm oproep is daarmee aan. Met veel liefde en met veel zorg voor de jongeren waarmee dat je werkt. En dan ben ik eigenlijk al bij het einde en ik wil gewoon even gebruik maken voor de Q&A, voor een dikke merci, want ik wist niet goed waar ik hem anders moest inzetten. We bedanken iedereen in het rapport natuurlijk ook nog eens, het departement. Ik wil zeker de minister ook bedanken om aandacht te geven aan dit thema. Het departement voor de ondersteuning van dit onderzoek en een fijne samenwerking. Maar dan ook wat wij als antropologen en sociaal-geografen het veld noemen. Al die mensen die tijd hebben vrijgemaakt, die mee hebben nagedacht. Ik wil eigenlijk ook een hele dikke merci geven aan Dries, die jullie nog niet kunnen zien, maar die ze niet zelf gaan spreken. Die in dit onderzoek heel veel pitches heeft opgehad. En respondent en onderzoeker. En ook echt wel een beetje klankbord. En vandaag ook nog een spreker en moderator. Dus ja. Heel erg bedankt. Dit is zoals de meeste onderzoeken niet dat wij alleen hebben gedaan. Ja, dus dankjewel. Voilà. En dan wil ik nog even zeggen Q&A, maar in deze ronde ook misschien I, Q&A en I. Nu wil ik toch met ingewikkelde letterwoorden bezig zijn. Als jullie zelf ideeën hebben en concrete tips en aanbevelingen van hoe dat we verder aan de slag kunnen, dan is dat ook eigenlijk wel iets dat jullie gerust mogen doorgeven via de chat. We kunnen eventueel nog een extra binding maken van tips uit het veld in het verslag. Voilà. Kijk even naar Dries of we vragen. Er was inderdaad een vraag over tips uit het veld, maar dan zal dat wel beantwoord worden in het verslag. Maar er vraagt iemand zich af of het even gemakkelijk was om alle soorten organisaties te blijven, dat er nooit drempels zijn geweest of er gebotst zijn bepaalde muren om bepaalde organisaties over dit thema te bereiken. Ja. Super blij met die vraag, want het is iets, dat is een eerder methodologische vraag. Die niet zo goed thuis worden in die presentatie, maar die ik eigenlijk wel heel belangrijk vind. Ik ben nogal trots over hoe we in het onderzoek aan de slag zijn gegaan. Met inzicht dat we niet iedereen zo gemakkelijk konden bereiken. En dat als we echt een diverse groep mensen en een divers middenveld willen betrekken in het onderzoek, dat we veel moeite gingen moeten doen. En ik ben eigenlijk dankbaar voor de ruimte en de vrijheid die we gekregen. Jullie kunnen haar niet zien, maar ik zie over mij mijn collega Chin zitten. Zij is een doctoraatstudent van de KU Leuven, zelf met een migratieachtergrond en recent voor dit onderzoek gemigreerd naar België. Die zich volledig heeft ingezet op veldwerk om organisaties en groepen te bereiken die standaard buiten onderzoek vallen. Die eigenlijk vaak door middelen of tijd of een gebrek aan informatie en kennis niet betrokken worden in onderzoek. En zij is echt wel een heel hoop mensen gaan zoeken, heeft ze weten te vinden, heeft een heel deel kunnen overtuigen om mee te werken. Waar dat, denk ik, dit onderzoek bijzonder sterk maakt. En ik denk dat dat voor toekomstige onderzoekers, maar ook voor organisaties, gewoon een aandachtspunt gaat blijven. Ook onderzoek komt vanuit bepaalde maatschappelijke opvattingen over hoe de wereld in elkaar zit. Dus we zijn niet vrij van heteronormativiteit en niet vrij van het bereiken van bijvoorbeeld enkel witte respondenten. En zijn die dingen door die reflex te maken en die uitsluitingsprocessen ook voor onszelf in het onderzoek kritisch te bekijken, dat we denk ik meer mensen kunnen bereiken. Misschien één opmerking daarbij is dat dat natuurlijk voor een stukje organisaties in dit land gewoon heel moeilijk is om deel te nemen aan dit soort onderzoek, omdat we geen vergoedingen geven bijvoorbeeld aan mensen die deelnemen, waar dat voor kleinere VZW's die geen middelen hebben, zeker een drempel is
Waar dat een uitdaging is waar we denk ik ook als onderzoekers en overheden over moeten blijven nadenken. Dat we daar beter aan kunnen doen. Er komt ook een vraag in het Q&A met die vraag dat de bevindingen uit het rapport ook besproken worden met de sportsector en hoe het de link gemaakt kan worden naar de sportsector. Het denkt er ook aan over bijvoorbeeld het verwerken van opleidingen voor trainers, bijvoorbeeld. Ja, interessant. In onze stuurgroep zat iemand die net voor, denk ik, een onderzoek heeft uitgewerkt, een van ons, voor de sportsector. Ik denk dat die vooral de structuren, een stukje de verspreiding van kennis over het thema, in kaart heeft gebracht. En op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat dit rapport ook op zijn studie mooi aansluit, omdat wij echt de praktische component zijn gaan bekijken. En de mensen die ik gesproken heb, zowel de jongeren als de sleutelfiguren, denk ik, liggen allemaal zelf wel de link met andere vrije tijdsvelden, zoals sport. Ik heb van heel veel mensen de boodschap gekregen, de dynamieken zijn hetzelfde, het grote patronenrecht is hetzelfde, de drempels zijn hetzelfde. Dus ik denk, als je uit de sportsector komt, dat je eigenlijk veel te leren hebt, of veel kan meepakken, uit dit rapport ook. En ik denk dat een hertaling naar sport, nog meer specifiek, ook heel boeiend zou kunnen zijn. Want ja, ook daar zit je met volwassen voorbeeldpersonen en je zit ook met jongeren van overal. Dus ik denk dat we nog meer onderzoek kunnen doen sowieso, maar ik denk dat dit rapport ook voor die sector zeker wel nuttig kan zijn. Er komt nog een vraag binnen. De vraag dat ze het gevoel hebben als onderzoeker dat werken aan het wegwerken van drempels rond die genderdiversiteit, dat dit ook positieve gevolgen heeft voor andere minderheidsgroepen. Ja, ik denk dat die vraag ligt eigenlijk beter uit dan ik, wat ik met mijn warme oproep wou bereiken. Ja, exact. Hè. Ik denk dat en dat heb ik in het rapport ook geschreven, het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren of andere mensen zichzelf kunnen zijn, dat iedereen ten goede komt. En ook niet alleen andere minderheidsgroepen, maar gewoon iedereen. Ik denk dat het nodig is dat we nadenken over hoe dat onze manier van handelen, onze infrastructuur, hoe dat kwetsend kan zijn, ofwel versterkend. En dat gewoon voor iedereen voordelig is om in een ruimte terecht te komen waarin cues zitten. Symbolen die laten zien, jij bent welkom, jij specifiek vanuit die minderheid, maar ook andere mensen en waarin dat de rekening gehouden wordt met je gevoeligheden, je identiteit, wie je bent. En dus in het algemeen denk ik dat werken rond diversiteit, rond dit thema of andere thema's samen moet en aan een algemene houding en mentaliteit werken is. Voilà. Dat was het voor mijn stukje. Dan gaan we weer stoelen dan doen. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En mij excuseren voor het gerommel in mijn presentatie, wat volledig mijn eigen schuld is. En dan maak ik terugblik voor. Ja. Hallo opnieuw. We zijn aan het tweede stuk aangekomen van deze webinar. We gaan nu een stapje terugzetten van het onderzoeksrapport zelf en een aantal mensen laten reflecteren erop. Zoals gezegd, Genova Camara is jammer genoeg ziek en heeft zich moeten excuseren. Dus ik ga zo meteen het woord aan het geven aan Sabine Miedema van Kind en Samenleving. Zij is als medewerker de expertise rond de thema's inspraak, kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Kind en Samenleving werkte de afgelopen 2 jaar een onderzoek uit naar meisjes in de publieke ruimte. En via 4 beleidsparticipatieprojecten met groepen meisjes tussen de 10 en de 12 jaar probeert Kind en Samenleving de noden van meisjes in kaart te brengen. Met de focus op zowel sociale als fysieke ruimte. Dus samen met de meisjes hebben zij concrete beleidsaanbevelingen ontworpen en ontwerpprincipes om de publieke ruimte te verbeteren. En daarna gaan we eindelijk, Dries, die jullie al gehoord hebben, gaat zich ook mogen laten zien en ook nog even zijn blik op het onderzoek en de conclusies formuleren. Voilà, dan doen we opnieuw een korte stoelendans voor Sabine haar presentatie.
Voilà. Goedemorgen allemaal. Dus ja, mijn naam is Sabine. Ik heb al een goede introductie gehad van Jan. Voordat ik aan het thema van meisjes in de publieke ruimte begin, wil ik nogmaals eigenlijk het belang van dit onderzoek nog eens onderstrepen. Ook vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik kom zelf uit een klein dorpje in het noorden van Nederland. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet alleen op jongens viel en ook op meisjes. En een van de belangrijke aspecten uit het onderzoek is ook de ligging van het jeugdwerk. En in Nederland is het jeugdwerk niet zo sterk als in België. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is ook voor meer landelijke jeugdwerkorganisaties om die focus daarop te leggen. Omdat ik vanuit mijn ervaring als 18-jarige ondervonden heb dat er eigenlijk heel weinig mogelijkheden waren om met mijn seksuele identiteit aan de slag te kunnen in het noorden. Dat er ook heel weinig informatie was, dat er heel weinig bespreekbaar was op dat moment. We zijn nu 10 jaar verder en ik hoop dat er in Vlaanderen al wel stappen zijn gezet. Maar je mag niet uit het oog verliezen dat er kinderen en jongeren zijn in gebieden waar dat nog altijd niet heel erg bespreekbaar is. Dus dat is een van de thema's die er bij mij meteen uitsprongen. Maar ik ga het nu vooral hebben over meisjes in de publieke ruimte. Dus, zoals gezegd heeft Janne al verteld dat wij de afgelopen 2 jaar onderzoek hebben gedaan rond meisjes. Waarom gaan we nu specifiek rond meisjes in de publieke ruimte werken? Want we hebben nu de hele tijd over de heteronormativiteit gehad. Moeten we wel van jongens en meisjes spreken? Maar uiteindelijk in ons buitenspeelonderzoek dat we afgelopen jaar hebben gedaan, blijkt echt wel dat er veel minder meisjes buitenspelen dan jongens. Ten opzichte ook van 2008 is dat ook verminderd. Dus we zien ten opzichte van jongens, als we een groep van 100 kinderen nemen, dan zijn er maar 37 meisjes die buiten spelen ten opzichte van de meerderheid van jongens eigenlijk. En vooral dan ook in de leeftijdscategorie van 9 tot 11 jaar zijn de meisjes ondervertegenwoordigd. Dat wil dus zeggen dat er ook nog minder meisjes spelen in die leeftijdscategorie. En een andere reden waarom we nu eens specifiek naar meisjes zijn gaan kijken is ook vanuit die context van vanuit de historische achtergrond van de stedenbouw, de ruimtelijke planning, zijn steden en gemeenten of dorpen die zijn vooral gebouwd en ontworpen tot nu toe door vooral mannen. Maar we moeten ook de focus leggen om meer vrouwenontwerpers te krijgen. Maar ook natuurlijk gaan kijken van wat denken meisjes eigenlijk over die publieke ruimte. Wat kan er voor hen verbeterd worden? En daarom hebben we dit onderzoek gestart. Willen we daarvoor specifiek meisjesruimtes creëren in de publieke ruimte? Nee, we zijn eigenlijk op zoek naar een meer gender-inclusieve publieke ruimte waar eigenlijk iedereen zich veilig voelt en op zijn plek en kan spelen zoveel als hij of zij dat wil. Ik heb maar 10 minuten, dus ik heb even wat quotes eruit gehaald en wat belangrijke punten uit het onderzoek die ik dan gekoppeld heb aan mijn onderzoek. De quotes die zijn jullie zo net denk ik ook al tegengekomen van als jongens die komen vuil terug en meisjes die moeten nagellakjes op. Dat zijn stereotyperingen die niet voor iedereen prettig zijn. En ook in de publieke ruimte zien we dat dat het nog altijd vaker is dat jongens aan het voetballen zijn en dan meisjes op een bankje hangen. Is dat erg? Nee, als meisjes zich prettig voelen om op een bankje te hangen, laat ze op een bankje hangen. Maar we weten ook uit de bevraging die we nu hebben gedaan dat meisjes niet alleen op een bankje willen hangen, maar ook mee willen voetballen of in een boom klimmen. En dat jongens ook die kans moeten krijgen om natuurlijk op die bankjes te gaan hangen, et cetera. Dus daar gaat het over. Dus hoe hebben we dat gedaan met meisjes tussen 10 en 12 jaar oud? Waarom specifiek die leeftijd?
omdat zij de eerste stappen naar die autonomie zetten, maar tegelijkertijd nog veel spelen in hun eigen buurt, dus die eigen buurt eigenlijk als beste kennen. We hebben 4 participatieve trajecten gedaan in Gent, Mechelen, Antwerpen en Leuven, dus elke keer een zeer stedelijke context, wat de complexiteit van de publieke ruimte ook wel weergeeft. In grote steden is er veel minder publieke ruimte, waardoor ook een ruimte veel sneller geclaimd wordt door een bepaalde groep. Hoe hebben we dat gedaan? Via collages, maquettes, gesprekken met beleidsmakers. Heel even in het kort, zodat jullie daar ook een beetje zien hoe we dat hebben aangepakt. Belangrijkste conclusies die meisjes aan ons geven van... Meisjes zijn eigenlijk even stoer als jongens. We moeten die in zee niet anders behandelen qua ruimtegebruik. Zij gaan dus inderdaad net zo graag een boom beklimmen, maar ook rondhangen en kattenkwaad uithalen. De 10 tot 12 jaar is een perfecte leeftijd om de grenzen op te zoeken. En dat doen meisjes net zo graag als jongens. We moeten ze daar ook de vrijheid in geven en soms ook begrenzen als het nodig is. Dus op zoek naar het avontuur. En het spelen en chillen is wel echt een hele belangrijke activiteit. Dus eigenlijk ergens gaan zitten. Maar dat moet niet een bankje zijn. Dat kan ook bovenin een speeltoestel zijn die super hoog is. Waar ze in moeten klimmen. Of ergens in de bosjes. Verstopplekjes, dat soort dingen. We hebben gemerkt, we hebben 4 groepen gehad, waarvan 3 groepen vanuit het jeugdwerk en 1 groep vanuit een basisschool bevraagd is. En we merken heel erg dat jeugdwerk echt heel erg versterkend is. In die zin dat als jeugdwerk de meisjes, de jongens mee naar buiten neemt, naar een publieke ruimte, dat die kinderen ook veel beter die publieke ruimte kennen en zich daar ook thuis in voelen. Dus ik denk dat dat een belangrijke rol is om... vanuit het jeugdwerk ook vaker de kinderen mee naar buiten nemen in de publieke ruimte. Omdat die kinderen dan ook in de volgende stap zelf makkelijker terug buiten durven te spelen op die plekken. Voilà. Dit is een voorbeeld van een bevraging. In Antwerpen Kiel, wat is er goed en wat is er slecht aan voor meisjes? En dan zijn we tot een aantal... sociale aanbevelingen gekomen, maar ook een aantal fysieke aanbevelingen. Wat wil ik daarmee zeggen? Eigenlijk ontwerpprincipes die stedenbouwkundigen, ontwerpers, ruimteplanners kunnen gebruiken om die ruimte voor meisjes ook te verbeteren. Je ziet hier 4 voorbeelden waar ik er 2 uit ga halen. Een stukje safe space. Wat ook grappig was, is dat de safe space ook weer terugkwam in het onderzoek gender in het jeugdwerk. Dus safe space wil eigenlijk zeggen dat er een sociaal veilige omgeving is waar je zelf kan zijn, waar je jezelf kan voelen, waar je ook zelf kunt uitspreken en dat je daar niet wordt beperkt door anderen en dat je je ervaringen openlijk kunt delen. Vanuit de context van seksuele identiteit is dat heel belangrijk dat je gewoon jezelf kan zijn en alles bespreekbaar kunt maken. Maar je kunt dat eigenlijk ook in de publieke ruimte, vanuit die context naar de publieke ruimte gaan om te zeggen van in de publieke ruimte moet je jezelf kunnen voelen. En dat is lang niet altijd mogelijk omdat er gewoon... veel te weinig ruimte is, dat een bepaalde ruimte geclaimd wordt, et cetera. Dus hoe gaan meisjes daarmee om? Er is beperkte ruimte, maar we kunnen daar wel heel erg veel mee. Je moet niet een enorm grote voetbalvelden hebben waar we van alles mee gaan organiseren. Nee, je kunt zeggen, we maken 2 kleine voetbalveldjes waar zowel jongens als meisjes op kunnen spelen. Of iedereen kan er gewoon op spelen. Maar we maken er ook een zithoek. We maken er een moestuintje bij. We zijn veel creatiever eigenlijk met de ruimte. Dat we nu meestal doen met de speelruimte. Dus hier een voorbeeld van zo'n landschap die de meisjes hebben gemaakt. Heel interessant om die maquettes samen met de meisjes te maken. En die zeggen ook van, we moeten niet alleen naar ons kijken, naar meisjes. Maar we moeten ook kijken naar de kleinere kinderen.
of de grotere jongens of families, hebben die ook een plek in die publieke ruimte? Voilà, dus hier nog zo wat voorbeelden van hoe we dat hebben aangepakt. Dan een andere thematiek die uit het onderzoek ook kwam, is zo dat er dat plekken soms een bepaalde waarde hebben die niet iedereen hetzelfde ziet. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de toiletten en de douches in het jeugdwerk. Van dat daar een meisje en een jongen dat die apart naar de aparte toiletten moeten gaan. Ja, als jij niet onder het hokje jongen of meisje valt, naar welk toilet moet je gaan? Haal die plakaten weg en het probleem is opgelost. Je kunt er eigenlijk ook verder in gaan in de publieke ruimte. Ik heb hier twee voorbeelden. Die bepaalde cues of die bepaalde boodschappen in de publieke ruimte ook te vinden zijn. In die zin bijvoorbeeld van een belangrijke thematiek is rommel in de publieke ruimte. Die rommel is vaak niet van die meisjes. Daar liggen bijvoorbeeld bierblikjes of hondenpoep. En dan weet je, die ruimte is eigenlijk geclaimd door iemand anders. Die zijn er op het moment niet. Maar het is er ook niet prettig om te spelen. Meisjes of kinderen in het algemeen, die benoemen rommel heel snel als vervelend in een speelplek. En ik ben ook zo'n beetje op zoek gegaan, maar hoe kan dat nu? Maar het gaat niet enkel over dat het vervelend is dat het daar ligt, maar dat dat ook van iemand anders is. Je kan nog makkelijker met je eigen rommel omgaan dan dat van iemand anders. Dus ik denk dat dat een belangrijk aspect ook is van de publieke ruimte. En dan op zoek gaan naar genoeg diverse speelkansen, zodat ieder kind zich thuis voelt in die publieke ruimte, is heel erg belangrijk. Het stuk van het avontuurlijk spelen heb ik al benoemd. Ook in stedelijke context, het gaat dus niet enkel over in bomen klimmen, maar het kan ook gaan over heuvels in de publieke ruimte. Gewoon het super speels maken is belangrijk voor jongens en meisjes. Groen is daar ook een thematiek van. Ik ga er een beetje snel doorheen, omdat ik weet ik niet zo heel veel tijd heb. Ze zeggen me net, safas. maar dus belangrijke aspect van de publieke ruimte is denk ik het groene aspect. Waar ik zo wat dieper op inga, omdat dat multifunctioneel is. Allee, dat is allemaal super obvious wat ik allemaal vertel misschien, maar... De groene ruimte is multifunctioneel. Je kunt daar dus een boomhut in een boom maken. Je kunt je verstoppen in de bosjes. Je kunt chillen, picknicken op het gras. Ik denk dat er eigenlijk gewoon te weinig groene ruimte is. Vooral in stedelijke context. Maar ook in landelijke context is er te weinig ruimte om... Groene ruimte geeft ook gewoon heel veel multifunctionaliteit aan. Je kunt daar van alles doen wat je zelf wilt. En daar echt je eigen ruimte van maken. Dus, voilà. En dan tenslotte het stuk van de ontmoetingsruimte. Meisjes benoemen dat heel vaak. En ik denk dat er ook heel weinig expliciete ontmoetingsruimte is in de publieke ruimte. Ze bestaat natuurlijk wel. We hebben genoeg cafeetjes en terrasjes. Maar als je als kind... iets wil doen van samenkomen rond een bepaalde plek, dan is daar eigenlijk heel weinig ruimte voor waar er gratis ontmoetingsruimte is. De voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een clubhuis midden in de publieke ruimte. Dus je kunt gaan zoeken vanuit het jeugdwerk. Misschien is er wel in de zomer bijvoorbeeld ruimte om echt een clubhuis te maken in een park. Waar het makkelijker is om elkaar te ontmoeten. En waar je dus ook makkelijker een veilige ruimte creëert waar iedereen zich dan thuis kan voelen eigenlijk. Hetzelfde met zitplekken. Maak ze niet saai. Maak geen rechte banken. Maak cirkelvormige banken waardoor iedereen daar kan chillen en kan spelen tegelijkertijd. En dan tenslotte ben ik aan de laatste slide. Wat ik nog niet heb verteld natuurlijk is dat ik druk bezig ben ook met een publicatie voor het jeugdwerk. Die hopelijk half of eind oktober naar buiten gaat met ook een aantal beleidsaanbevelingen. En dit zijn al enkele beleidsaanbevelingen. Wat ik uit mijn onderzoek vooral heb gehaald is dat de publieke ruimte nog te eenvoudig wordt ontworpen. En dat er
als je wilt omgaan met de verschillende speelkansen, dus niet enkel voetballen, basketballen en op een bankje zitten, dat je gewoon veel meer naar die complexiteit van de publieke ruimte moet zoeken en veel creatiever moet omgaan met beperkte ruimtes. Daarnaast zijn er ook de sociale aspecten van een publieke ruimte. De toegankelijkheid van de ruimte. En ik denk dat we dat samen als samenleving beter kunnen creëren, maar ook vanuit het jeugdwerk, dus de meisjes en de kinderen toeleiden naar bepaalde ruimtes, die ook als het ware claimen, maar niet in die zin van het is alleen van ons, maar ook durven te zeggen, kijk, ik voel me hier nu thuis en ik kan doen wat ik wil. Bijvoorbeeld een aanspreekpunt, een vrouwelijk aanspreekpunt zou daarin belangrijk zijn in de wijk, of iemand die daar makkelijk mee kan omgaan. Voilà. Dus als je een kwalitatieve ruimte maakt in de publieke ruimte, dan zal dat ook meer doelgroepen aantrekken en zullen er meer mensen zich thuis voelen. Voilà. Ik hoop dat dat ook nog een beetje leerzaam is voor jullie. Als jullie nu vragen willen stellen, dan mag je dat niet doen. Ah ja, er komt nu een vraag binnen. Ik ga nu eens kijken, live. Even zien, hè. Is dat de onderste dan? De bovenste. Ja, de vraag is, de leeftijd van 9 tot 11 jaar is ondervertegenwoordigd. Kan het aan de ouders liggen dat meisjes uit angst minder alleen buiten laten bijvoorbeeld? Dat is een hele belangrijke vraag en ik ga niet zeggen dat het een tekortkoming is van het onderzoek, omdat dat niet onze belangrijkste reden was om het onderzoek te starten. Wij wilden vooral gaan kijken van hoe kun je de sociale en de fysieke aspecten van de publieke ruimte verbeteren. Maar er zijn ook een heel aantal drempels waardoor meisjes minder naar buiten gaan. En heel vaak hoor ik het cliché dat meisjes bijvoorbeeld veel meer moeten helpen in het huishouden. We hebben het daar wel over gehad met de meisjes en die ontkennen dat. Die zeggen wij moeten net zoveel doen in het huishouden als jongens. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel gewoon meegeven dat wij focusgroepen hebben georganiseerd met meisjes tussen van 8 tot 20 meisjes. Dat zijn soms te grote groepen om het over thuis-privé situaties te hebben. Wij zijn ook onbekenden voor die meisjes en we hebben die 3 keer gezien. We hebben ze veel kunnen vragen, maar eigenlijk ook niet genoeg. Dus eigenlijk is er vervolgonderzoek nodig van wat zijn nou de redenen waarom meisjes te weinig buiten komen. Dus ik hoop dat we in de toekomst ook die beweegredenen verder kunnen onderzoeken. Maar ik wil daar nu niet te veel uitspraken over doen, want ik weet het gewoon niet goed genoeg. Die onderste ook? Nee. Ja, nee, daar kan ik ook niet echt op antwoorden. Nee, zo wel. Dat was het. Ja. Ik ga het sturen. Hallo, goedemiddag allemaal. Het is een gezicht bij Dries Balijn, die jullie eerder al hoorden. Ik heb, zoals Marianne daar straks al zei, op bepaalde manieren betrokken geweest bij het onderzoek, waar ik heel dankbaar voor ben, waar ik heel blij rond ben. Ik ben altijd heel betrokken geweest en geïnteresseerd geweest in jeugdwerk. Ik heb heel lang lid geweest, van echt mijn 4 jaar tot mijn 17 jaar, van een mainstream jeugdbeweging, KSA. En daarna ben ik ook leiding geweest van mijn 17 tot mijn 24. Ik heb ook altijd actief geweest in een jeugdraad. Ik heb mijn masterproef geschreven over diversiteit in het jeugdwerk. Dus daarmee was dit een leuke kans om er op een andere manier bij betrokken te zijn. Ik wil wat vertellen over mijn ervaringen als lid en als leiding, als homoseksuele man in de KSA. Maar ik wil eerst wat schetsen rond hoe dan onze jeugdbeweging uitziet. We zijn een jeugdbeweging, we hebben een gemengde werking. Dus meisjes en jongens hebben altijd door het jaar heen samen activiteit. We gaan samen op weekend, samen op kamp. We hebben ook alle leeftijdsgroepen samen, dus iedereen tegelijk door elkaar. Onze activiteiten organiseren we wel apart, maar we proberen ook te zien dat we gemengde activiteiten hebben door alle leeftijden heen. Onze leden slapen ook altijd jongens en meisjes samen, met respect natuurlijk voor de nodige privacy. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen jongens-wc's en meisjes-wc's. Hetzelfde voor douches. De douches doen we dan bij shiften of 1 voor 1. We proberen altijd rekening mee te houden. Ik heb altijd lid geweest van heel jongs af aan. En ik heb me eigenlijk nooit
anders gevoeld in mijn jeugdbeweging. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er ruimte was om te zijn wie dat ik wilde zijn. Ik heb nooit gedacht van ik ben anders dan de andere jongeren hier. Altijd heel goed thuis gevoeld. Er durfde wel eens een mannencultuur of machocultuur te zijn. En er is een moment geweest dat dat wel iets meer naar boven kwam. Op die jaar dat er eigenlijk voornamelijk enkel jongens waren in de groep. En dat het week na week resulteerde in het feit dat er enkel gevoetbald werd of gerugbied werd. Ik was daar op dat moment niet zo gelukkig over. Tot een gegeven moment dat ik daar ongelukkiger over werd. Mijn ouders hebben dan eigenlijk de leiding erover aangesproken. En zij eigenlijk achteraf mij. En dat is eigenlijk een heel open gesprek. Ze hebben daar direct stappen voor ondernomen. Ze waren er eigenlijk niet bewust over. Open gesprek met iedereen, maar ook met mij apart. En daardoor heb ik altijd wel gemerkt heb van er is ruimte om zo'n dingen te bespreken, om te zijn dat je wil zijn. Er is ook een moment geweest, en dat is eigenlijk een beetje een grappige anekdote, maar toen ik iets ouder was, ik was 15, was ik nog niet bewust over mijn seksuele identiteit. Was ik ook nog niet bezig, was ik ook nog niet erover aan het twijfelen of zo. Gewoon totaal niet bewust. En een leiding die achteraf niet wil dat ik samen leiding stond, heeft mij daarop aangesproken dat hij toen over mij leiding gaf. En eigenlijk tijdens een spel eigenlijk een homofoob woord had gebruikt om in een meer grappende omgeving. Ik heb dat op dat moment niet gehoord, maar hij heeft zich daar achteraf eigenlijk altijd slecht over gevoeld. Wij hebben er achteraf een heel open gesprek over gehad en hij zei, ik heb mij er altijd over nagedacht van oeh, dat is eigenlijk raar dat ik dat gebruikt heb. En dat geeft zo'n kleine dingen gaf aan dat er eigenlijk altijd wel bewustheid rond was. Ik heb ook altijd lijn gehad van een meisje dat lesbisch was. Zij sprak ook altijd heel openlijk hierover tegen dat wij 5 jaar waren toen wij ouder waren. We hebben ook elke maand een programmaboekje waar het dan een jaarlange rubriek was waar er een leiding geïnterviewd werd. Er was ook een interview met haar waar zij dan eigenlijk in het programmaboekje naar alle leden en leiding sprak over haar outing, over haar lesbisch zijn binnen de KSA. Waardoor dat ik wel dat altijd een besproken onderwerp is geweest, wat altijd ruimte voor is geweest, wat hoort. En ik ook op een gegeven moment toen ik aan 16 jaar was, denk ik, mijn geoutet toen ik lid was. Ik merkte wel dat dat was een heel open, gezonde omgeving. Ik heb daar perfect kunnen over vertellen. Maar ik merkte wel dat voor velen het eigenlijk de eerste keer dat ze in aanraking kwamen met iemand in een nauwe omgeving die anders geaard was dan hen. En het was geen rare gegeven, want ze waren eigenlijk eerder gewoon geïnteresseerd. En van hoe hebben ze op school gereageerd? Hoe hebben jouw ouders gereageerd? En hoe voelt dat en hoe is dat gebeurd? En je hebt er altijd gedacht. Dus ik heb altijd gevoeld dat daar eigenlijk nooit een issue was. Het is altijd heel fijn geweest. Eens dat ik aan leiding ben geworden, is het eigenlijk hetzelfde gebleven. Ik heb wel heel bewust niet gekozen om niet een echte voorbeeldrol of een voorbeeldfiguur op te nemen, om te zijn, om een beetje de leden daarin awareness te creëren. Ik heb altijd gewoon gesproken over mijn vriend, mijn vriend dan, en bij zijn voornaam genoemd. Als leerrechter vroeger altijd over gesproken, maar ik heb bewust nooit gekozen om echt een soort van groepsgesprek rond te doen, of als ik een leiding werd van een nieuwe groep, een nieuwe leeftijd, want wij wisselen elk jaar, om daar aan het begin een ding van te maken. Want ik had zoiets van, mijn medeleiding die hetero is en die een vriendin heeft, doet dat ook niet, dus ik wil dat ook niet doen. Ik wilde gewoon aangeven dat dat hetzelfde was als mijn medeleiding. Dat is altijd heel goed gewerkt. Ik heb me ook altijd thuis gevoeld, maar de dingen die door het rapport te lezen, herken ik mezelf ook wel. Herken ik de dingen bovenkomen, zoals die heteronormativiteit en die genderstereotypen. Je hebt altijd die individuen die daar toch liever op inzetten en die toch graag dat onderscheid maken en willen met de mannen gaan voetballen, terwijl dan de meisjes gaan koken. Dat wordt nooit echt goed onthaald. Iedereen spreekt het altijd tegen op die paar individuen na. Maar anderzijds heb ik ook wel plezier gehaald uit soms dan dat onderscheid dat gemaakt werd. Soms was het ook gewoon zo dat als we op leidingsweekend waren, dat de jongens zeiden van wij willen eigenlijk voetballen, willen jullie al koken? Maar zij gaven dan ook zelf aan van maar zullen wij anders morgen het ontbijt voorzien? En het is gewoon belangrijk dat er een soort van wederzijds appreciatie en respect is. En dan is er mogelijkheid tot dingen die genderstereotyp zijn of onderscheiden worden. Dat heb je ook als je een gemengde groep hebt waar je altijd al samen doet. Begrijp ik ook wel dat er soms dingen willen gedaan worden die van elkaar verschillen. Dus er is altijd wel heel veel wederzijds respect rond geweest. En ik denk dat dat ook wel een sterke punt was bij ons. Dat er altijd ruimte was om zo'n dingen te bespreken. En op een gegeven moment was er ook iemand die zich meer durfde uitspreken op zo'n genderstereotype dingen. Of durfde meer dat onderscheid maken en zeggen. En apart afspreken buiten de groep met enkel de jongens. Er is dan ook een heel open gesprek over geweest met iedereen. We hebben ook altijd een hoofdleiding gehad die daar dan na een vergadering s'avonds. En hebben daar een heel open gesprek over gehad. Dus kijk, daar ben je heel goed op terug. En ik heb ook gemerkt dat het jeugdwerk en het lid zijn in die vereniging eigenlijk ertoe gezorgd heeft dat ik me echt heb kunnen ontwikkelen en mijn identiteit heb vorm kunnen geven. En eigenlijk ook onzekerheden en trauma's van toen ik jong was en heel hard gepest ben geweest buiten de jeugdbeweging, eigenlijk een plaats heb kunnen geven en eigenlijk heel zelfzeker ben
doorgekomen. Ik heb in een heel diverse groep altijd gezeten. Meisjes, jongens, hetero's, ook een andere homo. En dat heeft voor mij echt gezorgd dat ik een super, er echt zelfzeker mee uitkom. Terwijl ik vroeger heel onzeker was over mijn geaardheid en over andere zaken door pestgedrag. En daarmee dat ik daar de kans zou grijpen om even te benadrukken van dat jeugd er ook een heel warme omgeving kan zijn waar mensen zich echt volledig kunnen ontwikkelen. En dat zeker in mijn geval. En daarmee ik ook al na het lezen van het rapport wil benadrukken hoe belangrijk ik het vind dat er ingezet wordt op die inclusiviteit van het jeugdwerk. Zeker ook het jeugdwerk waar ik in zit. Ik besef heel goed dat de situatie waarin ik heb gezeten, dat dat niet evident is voor alle jeugdwerkgroepen over Vlaanderen, België of breder heen. En dat er ook op inzet moet worden. Want ik zou willen dat jongeren die in een gelijkaardige omgeving zitten als ik, ook in zo'n gezonde omgeving zich kunnen ontwikkelen en de tijd ontwikkelen. Maar anderzijds herken ik ook wel dat er een spanningsveld is dat er voor bepaalde jongeren, bepaalde doelgroepen, er de plaats niet per se is of niet, dat zij zich niet daarin thuis voelen of genoeg ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En er ook ingezet moet worden op die doelgroepspecifieke omgevingen. En daarmee dat na het lezen van het rapport heb en dat ik zelf intern eens nagedacht heb over mijn ervaringen binnen het jeugdwerk, dat ik ook beseft heb dat daar het spanningsveld tussen niet dat dat moeilijk is. Want dat is ook een ding dat ik dan de kans zou grijpen om dat aan te halen, omdat als je nadenkt over het op inzetten op inclusiviteit, dan denk je direct aan vormingen en awareness creëren. Maar daar wil ik ook graag op inpikken en een soort van kleine bedenking bij maken, dat ik zelf wel, ik ben heel lang leiding geweest, ik ben ook hoofdleiding geweest, dus ik ben heel actief geweest daarbinnen. En ik merk wel dat het moeilijk is om een vorming te laten landen binnen een werking. Leiding, die zijn echt super druk bezig met hun activiteiten te voorzien. Het is niet enkel van 2 tot 5, maar het is ook het voorbereidende werk. Het is maandelijks een programma opstellen, het is een programmaboekje maken. Wij hebben ook altijd, de jaar dat ik leiding was, hebben wij een nieuwe lokaal zitten, maar dat is wat aan het groeien waren. Dus wij hebben elke maand wel een werkactiviteit, wat extreem veel tijd vraagt. Dus het is moeilijk om daar nog een vorming in te organiseren. Puur organisatorisch, maar anderzijds ook om de energie en de zin bij de leiding te vinden om zulke vormingen en activiteiten te organiseren. En het is ook, waar ik ook herken in het rapport, is dat elke vereniging is, is niet allesbehalve identiek, uniek. Doorheen de jaren heb ik zelf juist gemerkt dat verenigingen zich meer en meer op zichzelf beginnen te zijn en hun eigen groepsidentiteit ontwikkelen en ook meer losstaan van het hoger, grotere geheel. Dus bijvoorbeeld koepels, ik merk dat elke vereniging zich vindt een eigen groepsdynamiek en identiteit begint te ontwikkelen. En dat het heel belangrijk is dat daar rekening mee gehouden wordt, dat niet alles zomaar in elke vereniging zou passen of zou landen, omdat het van dezelfde organisatie of koepel is. En dat zijn dingen die ik had voor mezelf had bedacht bij het lezen van het rapport. Ik denk eigenlijk dat ik wel nagenoeg alles heb benoemd of besproken wat ik zou willen bespreken. Ik laat het woord terug aan Marianne, denk ik. Ik ga eens kijken wat een vraag is. Dus er maakt, ik denk eerder een aanvulling. Laat weten dat het een heel mooie keuze is geweest dat ik maakte om te kiezen om mijn identiteit niet te introduceren, omdat een heteroseksuele begeleider dat ook niet moet doen. Zoals het tijdens onderzoeksresultaten ook werd benoemd. Er is soms de druk om je te labelen en te outen met het oog op acceptatie van anderen. Dat zou nooit een verhaal van moeten zijn. Voilà, daar ga ik helemaal mee akkoord. Dat heb ik ook altijd zo gevonden. Voilà. Als er nog andere vragen zijn, dan is het nu een moment. En anders laat ik het woord terug over. Voilà, okay. Voilà, dan zijn we zo aan het einde van dit webinar gekomen. Een beetje vroeger dan gepland, maar ook dat kan geen probleem zijn in deze format. Dan natuurlijk resten de vragen. We hebben hier heel wat interessante conclusies, aanbevelingen, waar we hopelijk jullie volop mee hebben geïnspireerd. Maar natuurlijk kunnen we daar zelf als ook departement verder mee aan de slag. We zijn op dit moment volop bezig met de voorbereiding van een aantal transversale plannen. Het gaat over brede beleidsthema's die door verschillende beleidsdomeinen en verschillende thema's worden opgepikt. Zoals het plan dat we zelf ook coördineren, het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Dat is een hele prioriteit van vrije tijd voor allen, waar we hier zeker nog mee aan de slag kunnen gaan. En ook is er zo het andere, een van de andere plannen, het gelijke kansen- en integratiebeleidsplan,
waar we hier bijvoorbeeld ook zeker naar opnieuw zullen grijpen en naar die aanbiedingen kijken hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. Dat is nog niet zo heel concreet. We hopen dat binnenkort meer concreet te kunnen maken. Zoals we al een paar keer gezegd hebben, zal dit webinar opgenomen worden. En gaan we ook zeker nog een verslag maken van al jullie vragen. Gaan we zorgen dat we daar inderdaad nog wat goede praktijken en tools kunnen aan toevoegen op basis van de vragen die jullie gesteld hebben. Er mogen nog altijd vragen binnenkomen. Ik eindig deze presentatie ook met mijn mailadres. Willen jullie ook graag het fysieke exemplaar van het onderzoek? Ik zal het hier ook al even tonen. Het is een heel fijn boekje, een handig formaat. Wie dat graag wilt, mag daar ook zeker, die hebben normaal de kans al gehad, ook bij het inschrijven om dat aan te vragen. Maar als er nog exemplaren nodig zijn, ze zijn niet gigantische oplagen, maar er kunnen er zeker nog verstuurd worden. Dus dan kunnen jullie dat zeker ook laten weten. Voilà. En dan rest er mij enkel nog, zoals Marianne ook al gedaan heeft, iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt, heel, heel hard te bedanken. Het heeft geleid tot een heel mooie publicatie, heel mooie conclusies en aanbevelingen. Daarnaast ook natuurlijk onze sprekers vandaag. Enorm bedanken. Normaal komt er dan nu zo'n applaus, maar we gaan dat zeker op een andere manier compenseren. En onze stuurgroep ook. Dit onderzoek is ook begeleid geweest door een aantal experten ook vanuit het veld, vanuit andere onderzoeken. Die vinden jullie ook terug in de publicatie. Dus aan hun zeker ook een grote merci. En natuurlijk ook aan jullie als deelnemer, diegenen die nu hebben ingecheckt, maar diegenen die hier ook achteraf terug naar zullen kijken. Zeer bedankt voor jullie interesse in dit thema. Hebben jullie zelf nog concrete ideeën? Willen jullie graag hier nog verder werken? Ik zou zeggen, neem zeker contact op en ga zeker ook nog eens naar de website diversjeugdwerkvlaanderen.be voor meer informatie over het gehele traject van het masterplan. En dan natuurlijk ook de publicatie die ook online zal staan op onze eigen website van het departement. Oké, dan denk ik dat we hier allemaal nog eens zeer veelvuldig onze handen zullen wassen, zoals we dat daarnet ook hebben gedaan. En dan kijk ik nog eens goed rond dat ik zeker niks vergeten ben. Nee, oké, voilà, perfect. Goed, dan nogmaals merci en hopelijk tot een volgende interessante studiedag. Wie weet zelfs fysiek.